Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom voor de tweede keer deze week vanuit de Grote Kerk in Epe. En ik ben zo blij dat ik hier twee keer kan spelen. Dat is namelijk veel gaver dan één keer, want het is echt genieten van de bovenste plank. Bedankt voor de mooie reacties op mijn programma Tussen Hemelvaart en Pinksteren. En vanavond ga ik improviseren over de natuur. En ik vertelde al, onderweg naar Epe kom je, als je de snelweg de A28 afgaat en je rijdt dan zo door die prachtige bossen, kom je zoveel moois tegen dat het inspireert om daarover te improviseren. Maar zeker ook het schitterende Merenorgel, wat perfect onderhouden wordt door Han Rijl, maar zeker ook door organist Anne Mulder, die mij gastvrij heeft ontvangen om hier twee prachtige uitzendingen te maken, samen met Wim en Ellen de Penning. We gaan er weer iets moois van maken en dit instrument is zeer inspirerend. Zeker als je mag improviseren over de natuur. Bedankt voor het afstemmen. Bedankt voor de donaties om het programma in stand te houden. We blijven het bij iedereen thuis gratis brengen. Maar dat kan alleen maar als je af en toe aan ons denkt en de loyaliteit kunt tonen om een donatie te doen voor dat goede doel. Zeker ook bedrijven die een banner willen plaatsen en de omzet van hun toko mega willen verhogen, stuur een mailtje naar info@martinmans.nl en ik breng je op de hoogte van de kosten en de mogelijkheden waarmee je duizenden mensen bereikt. Ik ga spelen, want dat is iets wat ik graag doe. En de eerste improvisatie is een allegretto, in een gaande beweging, over het prachtige lied van Hanna Lam en Wim ter Burg, wat alles te maken heeft met de natuur. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.
In ons leven kan het ook wel eens stormen. En het is altijd mooi om te ervaren dat ondanks die storm er toch ook altijd weer een veilige haven is. Ik improviseer over Scheepke onder Jezus' hoede in combinatie met O eeuwige Vader, sterk in macht. En dan begin ik met het Scheepke en je hoort al een beetje de spanning eigenlijk. Op een gegeven moment wordt het even mineur, maar dan in het midden komt dat koraal. Het is ook een beetje het volkslied van elke zeeman, zeg maar. O eeuwige Vader, sterk in macht. En dan bouwt het weer op naar Scheepke onder Jezus' hoede. Want al sla de zee, ook hol en hoog, we hebben 's Vaders zoon aan boord. Geniet van deze twee liederen.
Ja, een lied wat heel mooi past bij waarover ik nu improviseerde, dat is Als ge in nood gezeten. En dat is eigenlijk een gebed, hè. Ik ga erover improviseren in een meditatieve vorm. En dan begin ik met alleen maar die viola di gamba van het tweede klavier. En langzaam komen er dan een paar hele mooie uitkomende stemmen bij. Maar dat blijft zacht en meditatief. Als ge in nood gezeten. De volgende improvisatie heeft ook met de natuur te maken. Daar ruist langs de wolken
een lieflijke naam. En ik begin met een soort harpspel op het tweede klavier. En dan gebruik ik de één voet, dat hoge fluitje. En daarna komt er een toccatine. Een soort opbouw al. Dan komt er nog een trumpet tune, omdat er zo'n hele mooie trompet op dit prachtige orgel zit. En dan komt er een finale met het volle orgel in een improvisatie over Daar ruist langs de wolken.
Een lied, Daaruit langs de wolken, waar misschien ook wel de meeste discussie over is geweest. Hè? Ik weet nog dat ik het ooit ergens een keer speelde en dat na afloop van die zangavond er een dominee bij me kwam en tegen me zei: mijn jongen, dat is heel lang geleden, dat moet je nooit meer spelen, want er ruist niks langs de wolken. Ja, en soms gaat het er ook een beetje over zonder in discussie te gaan. Wat wil je horen en wat wil je beleven in wat je speelt en wat je hoort, hè? Mijn moeder die zei dan altijd van, speel het maar, oma jongen, ik vind het een prachtig lied. Dat is ook een beetje speciaal voor haar. Een ander prachtig thema, dat is de wind en de regen, de maan en de sterren, de zon aan de hemel, zijn werken van hem. Een meditatief moment na dit imposante volle werk waar ik net mee eindigde. Jullie kennen het thema vast wel, geniet er maar van. Ook over de natuur, de wind en de regen, de maan en de sterren, de zon en de hemel zijn werken van hem. Thank you.
Mooi, hè? Dat prachtige hoge fluitje. En ik was eigenlijk van plan om de tweede keer in dezelfde toonsoort te blijven en een andere registratie te gebruiken. En die dingen heb ik allebei niet gedaan. Ik ben de tweede keer dat ik het koraal speelde een toontje omhoog gegaan en ik heb dezelfde uitkomende stem gehouden. Omdat ik het zo ontzettend mooi vind op dit prachtige orgel. Ja, en dan komen we weer bij een improvisatie over een lied wat te maken heeft met storm in ons leven. Ziet in blinde razernij tuimelende vloeden. Hulp nog haven is nabij in dit onweerswoeden. En dat combineer ik met blijf mij nabij wanneer het duister daalt. En dat ziet in blinde razernij is echt een lied wat heel graag gezongen wordt door mannenkoren. Ik heb het met mijn eigen mannenkoren en met mijn Urkermannen onder andere ook vaak gedaan. Maar ik herinner me nog dat ik vroeger begeleidde bij het Dirkslands mannenkoor. En hadden we zangavonden in de grote kerk in Dordrecht. En dan kwam er ook nog een mannenkoor uit Ierseke, Ethan, onder leiding van Rijk Rijksen. En er kwam ook Crescendo uit Urk, toen nog onder leiding van Meindert Kramer. En Meindert Kramer heeft dit lied toen ook bewerkt voor die mannenkoren. En dan ging op het eind van de avond, ging Meindert ervoor, die drie grote mannenkoren, en dan zongen die mannen Ziet in blinde razernij. En dan kwam dat in die laatste regels een soort refrein. Heere, trek mee door stormen en door zee. Nou, het was echt een belevenis als je dat mocht begeleiden. Het was sowieso een belevenis om daarbij te mogen zijn. Dat is mijn herinnering bij Ziet in blinde razernij. Geniet van de improvisatie.
Op dit orgel zitten heel veel, heel mooie uitkomende stemmen. En die ga ik laten horen in de volgende improvisatie. Het wordt een koraalbewerking over Psalm 65. En dan gaat het over de bergen zullen vrede dragen. Hier in Nederland hebben we niet zoveel bergen. Een paar heuveltjes en zo. Maar in de tijd dat ik veel reisde, kwam ik in landen als Zuid-Afrika, bijvoorbeeld ook in Canada. En dan reed ik door die Rocky Mountains. En toen dacht ik, wat mooi, hè? Wat is Gods natuur prachtig. En daarover gaat deze improvisatie. Psalm 65. De bergen zullen vrede dragen.
Ooit tijdens een reis in Canada ontstond het lied, de improvisatie over het lied Hoe groot zijt gij. Ik had het net al over de natuur, de bergen. En toen was ik in de Rocky Mountains in Canada en diep onder de indruk van de grootsheid van de natuur. En toen ontstond deze improvisatie over zo'n mooi lied. Ik begin met een koraal. Weer met die prachtige viola, die gamba. En dan tokkelt er op een gegeven moment het holpijpje doorheen. Dan komt er een koraalbewerking. Mooie uitkomende stemmen. Ik denk de cornet, de sesquialter. Dan komt er een opbouw. En dan gaan we op een gegeven moment naar de finale. En dan komt de melodie en het pedaal. Met die prachtige bazuin en de trompet. En dan in volle glorie komt nog een keer het slotkoraal terug. Van hoe groot zijt gij?
Ja, en een lied wat natuurlijk bij improvisaties over de natuur zeker niet mag ontbreken, is Ruwe stormen mogen woeden. Want daar zit eigenlijk alles in, hè, in dat lied. Alles om me heen zijn nacht. En dat combineer ik met Veilig in Jezus' armen, die haven van rust. En aan het eind komt dan het koraal van Blijf mij nabij nog een keer voorbij. Maar dan kies ik voor het couplet Geen vijand vrees ik als gij bij mij zijt. Ruwe stormen als improvisatie in combinatie met Veilig in Jezus' armen en Geen vijand vrees ik. Thank you.
En terwijl de klokken van Epe luiden, sluiten we af. En dan heb je zo'n slotakkoord. En dan zou ik het soms wel een minuut vast willen houden. Zo geniet ik zelf ook. En ik hoop jullie thuis. Want daar doen we het ook voor. Ik wil de mensen in Epe heel erg bedanken voor de gastvrijheid dat ik hier 2 avonden mocht zijn om opnames te maken voor mijn online programma. Epe is voor mij toch een pareltje tussen alle orgels. Ik heb er ontzettend van genoten. Ik wil Anne Mulder van harte bedanken. Ik wil Wim en Ellen van harte bedanken. En ik wil jullie thuis van harte bedanken. Ook voor de donaties om ons programma in stand te houden. We gaan ermee door. Aanstaande zaterdag zijn wij weer van een andere plaats. Dit was Epe. Goedenavond. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.